aflevering van de Farming Multiplayer Map Ballymoon Castle. We gaan vandaag weer Ballymoon Castle spelen. Ik ben hier vandaag weer niet alleen, ik ben hier vandaag met Stijn. Ja hoor. En wat we eigenlijk vandaag gaan doen is, ik ga denk ik de koetjes gaan verzorgen. En Stijn gaat de balen persen met zijn mooie case, die denk ik niet gaat aankunnen. Case? Het is een Massey Ferguson. Massey Ferguson, sorry. En eerst en vooral ga ik de keeper wegdoen, dus de keeper leegmaken. Wat nou, hij trekt het niet. Trekt hij? Makkelijk. Wajo. Ja, hier staat onze resette combine dingen nog. Van mij van de vorige keer, ups. Ik vermoed dat ik alles hierin moet gooien. Ik heb daar weer eerlijk waar geen idee van. Ik vermoed van wel. Alles is er toch in gekund. Dus. Waar ga jij de vent anders aan het werk zetten ofzo? Want het gras moet ook ingezaaid worden. Ja, maar ik zeg het echt, dat kan er niet mijn helper doen, pijs ik. Nee, dat is waar, maar ja. Ik pijs dat we continu die helper moeten uit de sloot gaan, uit de dingen gaan halen, uit de bosjes en al. Ik wil het proberen, hè, Stijn, maar ik vrees er echt voor dat dat gaat werken. Veld 18 deden we. Ja. Zijden we? Ja. Nochtans is het wel nog een redelijk groot, alleen een redelijk recht veld. Ja, moest ja. Veld 17 eigenlijk al gedaan zijn, ik zou veld 17 eigenlijk. Oh ja, dat is ook een mooi veld. Kunnen inzaaien, voor het is dus lekker dicht, maar. Dan wachten we wel even. Dan gaan we veld 17 straks doen. Wacht maar even. En als je wil, kan je straks wel de baaltjes die ik al geperst heb. Even gewoon met de trekker zelf komen ophalen. Niet met de kar, maar gewoon even met de trekker. En dan alvast in de mengwagen gooien. In de mengmachine. In de mengmachine, inderdaad. Jongens, we gaan ook. Ik denk dat ik die dingen ga verkopen, die mengvoedwagen. Laat het nog maar even staan. Mocht dat ding niet werken, of heb ik hem toch nog voor de schapen nodig, misschien? Ja. Dus laat hem nog maar lekker staan, joh. Ja, kunnen we doen. We hebben er geen last van. Nee, dat is waar. Dus de vent staat op het veld. Ja, ik moet eerst toch alles geperst hebben. Ja, ik weet waarom de vent staat op het veld, dus dan zei het. Allee. Dan heb je dat tenminste al. Jongens, zou ik een keer zien voor die mengvoerwagen? Die forage mix station in hang te krijgen, even uitschuiven, moet ik doen. En dan eens zien of dat werkt. Wat was de juiste combinatie? Twee. Oh, wacht, ik ga gewoon nee, twee. Nee, dat weet ik dus niet. Want het is met de mengmachines, daar weet ik het. Met de karretjes. Maar ik denk dat het nu gewoon is gewoon helemaal volgooien met gras. Helemaal volgooien, tenminste met hooi, helemaal volgooien met kaalvoer. En helemaal volgooien met stro. En als hij te weinig stro heeft, dan is het niet ineens dat er meer kaalvoer in zit, maar dan stopt hij er gewoon mee, volgens mij. Dat kan wel. Volgens mij is het gewoon erin pleuren, dat spul. Automatisch laden aan. De ronde balen kan niet automatisch laden. Ja, juist, je moet dat hier. Moet je automatisch laden uitzetten? Dan met je vorken zelf pakken. Nee, het is los en dat moet je doen. Oh. Ik heb echt geen idee hoe dat werkt, maat. Ik meen het. R.
B was er toch? Nee, wacht. Wat een manual fast. Op een veiligheidspunt. Daar moet je niks mee doen, veiligheidspennen. Nee, dat is waar. Ik zie het ook niet. Maar we moeten dat spel elke keer in inschuiven. Wat wil je doen dan? Zullen dat die mixstation werkt, maar. Opzet is losse. Ah, wacht. Gras, trouw. En silage. Ah, wanneer. Dat had ik nog niet gezien, jongens. Dat staat op de grond. Wat dat waar moet. Oh. Dat had ik nog niet gezien. Het valt zo bijna kwam het persje, joh. Nou, zo enorm veel krijg je er niet uit, hè. Nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 balen heb ik nu al. Ja, dat is zo van nog. Ja, wat hè. We hebben nu al mijn stro, wat schers hoor. Wat is er los, Koos? Nou, de balen zijn een beetje los van die haak. Oh, moet ik het nou weer komen doen? Nee. Laat mij het doen. Ik kan dat ook. Dit is standaard bemesting in die saaimachine. Ja. Ik durf wel nu, Stijn. Ja, dat ik dus al dacht. Of niet? Nee, volgens mij zit er in deze saaimachine geen bemesting. Nee. Ah. Stijn. Wat? Ik heb zo'n voorgevoel dat die silagebalen niet gaan werken. Want? Want hij accepteert dat niet. Ik ga het proberen met dat gras, met die grasbalen. Staat de Christmas tree hier bij de winkel? Ik kan hem ook eventueel resetten, dan staat hij op de boerderij. Oh ja, het laatste baantje persen. What the fuck, man. Je ziet die dingen niet. Geen zin om alle balen nu te gaan tellen, maar het zijn er een hele hoop. Een stuk of 20, denk ik. Wat heb je met die balen gedaan, Matthias? Wat hè? Die balen liggen door de hele dingen hier. Ja, maar die dingen accepteert het niet. Het is meer dat ik denk dat die. Ik hoop dat die mixing stage wel werkt, maat. Wacht is eventjes. Dat kan ik oplossen. En dat ga je ook niet gaan voor dat heeft gras nodig en hey hooi nodig. Heeft dit ding gras nodig? Dit ding heeft gras nodig. En pak eens wat stro. Ja, maat. Anders doen we het gewoon op de ouderwetse manier, hoor. Gewoon oppakken één bouwen, dat is toch goed.
Oh, goed. Mag ik eens in die trekker? Jij mocht eens in die trekker. Ik weet niet of ik het op kan lossen, maar... Automatic fill. Maar we moeten kunnen... Ik denk dat het niet automatisch wordt gestart. Ik denk dat het niet is... Zet een keer... Zet een keer de gras, de hooibalen hier, Stijn. De hooibalen hier en de grasbal daar. De stroobal daar. Kan ik die dingen weer laten inschuiven dan? Misschien dat hij het dan automatisch pakt. Zeg maar. Voor sta. Ja? Ja? Nee. Nee, pak het niet. Pak het niet. En als ik op uitdruk is het manual silo settings automatic start. Of moeten. Dat is die fermenter. Nou jongens, ik denk dat dit niet gaat werken. Wel, maar wie zegt dat het balen moeten zijn? Jawel, het kan gewoon ook dingen zijn, hè? Moet het gewoon zijn. Gewoon stro zijn, hè? Juist, ja. Nou jongens, we gaan het gewoon allemaal in de voeding station smijten. Goed dat we hem niet verkocht hebben, hè? Ja, dat is waar. Blijf stilstaan. Man, jongens. We zijn hier al een kwartier bezig met gewoon dat. Ja, gas. Ja, gas. Ik ga Turco rondrijden. Jongen, kan je niet een stukje achteruit rijden, man? Nee. Jij nu wel mijn trekker, besef je dat? Ja, dat besef ik. Is dat erg? Nou? Doei, dat is precies erg. En we hebben nog meer nodig. Ja, ik ben bezig. Weet ik, ga gewoon de trekker hier laten staan, zo. Je kunt hem dan, je kunt er dan mooi in laden. Je kan het beter hier op me zetten, hier staan alle balen. Oh, Matthias, we hebben een probleem. De trailer is omgevallen. Ik had alle balen voor eraf gehaald, maar achter ligt nog redelijk wat gewicht. Kun jij de shorebankjes even afhalen?
Ik heb heel die trailer in één keer oppakken, joh. Als ik nu in één keer eraf had, schiet ik me voor. Het zijn pittig wat, hè? Ja, normaal zijn de zolles eraf nu. Weet je, ik ga eerst wel even wat stro ophalen. Jongens, deze aflevering gaat iets langer duren dan verwacht. Ja. Jullie krijgen even van ons een langere aflevering. Oh. Gewoon puur om. Of we doen nu even een klein knippie. Dan stoppen we nu heel vies. Of we doen nu even een klein knippie en dat ga ik ook doen. Ik ben zo met jullie terug als we weer silage hebben voor jawel, de koeien. Ik heb hem weer uitgezet. Ja, ik merk het wel aan je. Nee, ik had hem uitgezet en weer aangezet. Dat is gewoon een bestandje is dat ik. Allee, oh. Dat ik dan achteraf erin kan zetten, zeg maar. Dat niet juist. In de video moet knippen. Zo jongens, we zijn wel weer terug. We hebben het uiteindelijk gevonden, eigenlijk heel dom van mij. Want hier staat letterlijk buiten als ik buiten geraak. Nee, ik raak hier niet buiten. Ja. Ik ben nu al rond. Jongens, hier staat letterlijk offloading straw. Wauw. En dan druk op I. En dan komt de straw uit. Yay! Ben een koetje. Waarschijnlijk ga je nog strobalen moeten hebben, zeker. Ja, die ene. Jij hebt sowieso nog een bal. Toch? Ergens? Ik heb sowieso nog ergens een bal. Stro zit vol. En mijn kar is leeg. Ik moet nu die ene baal hebben. Die ligt aan de andere kant, daar kom ik nu heen. Hier is die andere baal, juist. Ik ga even het hek aan toe doen. Perfect. Zo. Hebben wij al een schudder, weet je dat? Dat weet ik niet, maar ik moet de aflevering nog. Oh ja, we moeten de aflevering af. Wauw. We moeten de aflevering nog afsluiten, jongens. En voor wat dan wij een schudder moeten hebben? Jas. Maar het is nog geen grasveld ingezaaid. Oh shit. Oh ja. Dus ik moet eerst zijn. Ja, we gaan eerst even de aflevering afsluiten. Ja, inderdaad jongens. We gaan eerst even de aflevering afsluiten. Ik ga ondertussen dit hier toe doen. Ik ben gewoon vast. Al ga je nog toe krijgt tenminste. Nee, de skier krijgt de nummer 2. Oké, mij goed. Jongens, ik ga hier bij de aflevering afsluiten. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Vergeet zeker niet het blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren. Als we voor de 7 likes zouden kunnen halen, zou ik het super awesome vinden. En dan bedank ik jullie allemaal voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering. En dan zie ik jullie graag allemaal de volgende aflevering terug. En dan zeg ik voor nu, bye.